Ik sta hier met Robin en Roxy van Event Lab van MBO Utrecht. Ik ben heel benieuwd wat hier precies gaande is. Het is een uitzendbureau voor studenten. Ze kunnen gewoon zich inschrijven en dan gaan ze op evenementen werken die Event Lab binnenhaalt. En dan zijn ze werkzaam. En is dat echt binnen MBO Utrecht of zijn jullie een eigen bedrijfje? Nee, het is alleen binnen MBO Utrecht inderdaad. De studenten die hier op school zitten, die kunnen via ons stage lopen. De eerstejaarsstudenten moeten 100 stageuren maken. En dan hoeven ze niet zelf achteraan, maar dan gaat Event Lab achteraan. En wij presenteren in de klasse de aankomende evenementen. En ze kunnen altijd naar binnen lopen om te vragen welke evenementen er zijn. En dan kunnen ze zich bij ons inschrijven. Twinkle, twinkle. Wat wij hier willen doen is dat we in het mbo super leuk vinden als iedereen vooral in de praktijk leert. Dus we zorgen eigenlijk dat over heel Nederland allerlei evenementen bezocht kunnen worden. En dat er echt gewerkt gaat worden natuurlijk. En we zijn enorm gegroeid de afgelopen jaren. Van hele kleine mini-evenementen naar gigantische evenementen. Zoals de Margriet Winterfair, Libelle Zomerweek, de Tasty. We hebben ook bij Armin van Buren gestaan, dat is dan tickets scannen, dan mogen studenten daarna ook naar het feest. Ze hebben laatst afgelopen zondag Droom je Park gedaan in het Wilhelminapark. En daar praten we dan met de bewoners over de toekomst van het park. Over 10, 20 jaar is het dan net zo mooi en wat doen we er allemaal aan? En dan ben ik vanaf het moment 1 eigenlijk betrokken bij het evenement. Jij komt hier zo binnenlopen. Wat kun jij doen bij Event Lab? Ik kreeg net een mailtje dat ze nog mensen zoeken voor vrijdagavond om te werken in Amsterdam op Damage Control. En ik dacht, daar wil ik snel bij zijn, want het lijkt me hartstikke leuk klus. Dus vandaar dat ik even binnenspring. En dan ga je je opgeven voor Damage Control. Wat kun je daar dan gaan doen? Barwerkzaamheden. En het is een festival, als ik goed begrijp. Ik heb zelf ook niet heel erg gekeken wat het precies is, maar het klonk in ieder geval leuk. Dus, En wat is nou een opdracht waar je echt nog de kippenvel van op je lijf hebt staan? De festivals zelf, ja, te spreken met meestaan natuurlijk. Zoals Free Your Mind heb ik stage gelopen en Summer Lake. En op mijn festival zelf staan, ja, dat is natuurlijk het leukste wat er is. Event Lab biedt je gewoon de kans om praktijkervaring op te doen op best grote evenementen. Zo hebben we inderdaad dus voor Sensation hebben we opgebouwd, voor festivals als, waren we laatst in Summer Lake, ja. Maar we hebben ook bijvoorbeeld voor een stichting voor apen in een apenpak rondgelopen en op de huishoudbeurs in een pak met harkjes rondgelopen. Dus ja, het zijn hele leuke ervaringen en heel veel praktijkervaring die ze bieden. Dat is heel leuk. Nou, jullie hebben dus veel georganiseerd. Ben je dan ook achtergekomen waar je goed in bent door die evenementen uit te voeren? Zeker, zeker. Aan het begin had ik echt het gevoel van, wat moet ik nu? Maar nu als ik op evenementen sta, dan ben ik wel heel snel van het leidinggeven. En dan merk je toch wel weer dat je meer op je plek bent. En dan kan je toch wel wat harder en lekkerder werken. Dus ja, dat merk je echt wel. Gaan jullie ook evenementen zelf bedenken en uitvoeren? Als je het hebt over een droomevenement binnen Kanaleiland, dan weet ik er wel één waar we echt al jaren over denken. Maar wat niet zomaar uit de grond gestampt is natuurlijk. En dat is, je hebt hier een heel mooi grasveld, dat is heel groot. En ik weet, en dat heb ik ook via Ladyfit gehoord, dat heel veel vrouwen thuis ontzettend lekker koken. En ik zou het heel erg leuk vinden als je dan allerlei stands hebt. Echt een food evenement met allerlei stands en allemaal lekker eten die vrouwen of mannen thuis gemaakt hebben en hier kunnen verkopen. Met hele mooie muziek natuurlijk en leuk open podium en gewoon steentjes waar je dingen kan verkopen die je thuis hebt gemaakt of die je kwijt wil. En gewoon de hele dag. Dat lijkt me zo ontzettend leuk.